Allemaal, leuk dat je kijkt naar deze video op mijn kanaal. Vandaag laat ik mijn schooltas zien wat erin zit. Ik ben namelijk recent mijn nieuwe opleiding gestart, mediavormgever. En het is eigenlijk de beste keuze die ik ooit heb gemaakt, denk ik. Want ik zat hiervoor namelijk op een andere opleiding, verkoopspecialist. Het ging niet goed met mij, het ging niet goed met school. Ik vond het niet leuk, geen leuke klas. En daarom ben ik op een gegeven moment in een invoegtraject terechtgekomen. Omdat ik gewoon uiteindelijk depressief was geworden. Ook gewoon van mezelf, maar ook mede dankzij school. Omdat ik eigenlijk vast zat op een plek waar ik me niet thuis voelde. Waar ik me niet mezelf voelde. En nu zit ik dus eindelijk op de juiste opleiding. En ik wil graag laten zien wat voor spullen ik daarvoor nodig heb. Om te beginnen, dit is mijn schooltas. Hij is best wel zwaar. En hij is van Eastpak. Hij is heel stevig. En ik vond de gebouwen wel prachtig. In ieder geval, dit is dus mijn schooltas. En dan gaan we beginnen met het voorvakje. Het eerste ding wat we eruit halen zijn zakdoekjes. Want het is echt de tijd van de verkoudheid. Dus zakdoekjes, want dat heb je echt nodig deze tijd. Dan heb ik hier Piralvex of zo. En dat is zeg maar voor aften en blaren in je mond. En ik heb dat best wel vaak in de winter. Dus daarom neem ik dit mee in mijn tas voor als ik weer last krijg van blaren of aften. Dan zit mijn portemonnee in. En wat... Ik weet niet wat een schaar hier doet, maar er zit ook een schaar in. En wat keelsnoepjes, omdat, ja, het is herfst. En dan heeft iedereen verkoudheid en is iedereen een beetje ziek. Dan gaan we naar het grote vak. In het grote vak vind je als eerst deo, want ja, dat heb je eigenlijk wel nodig. Op school, tenminste ik wel. En ja, het is gewoon fijn om deo bij je te hebben. Voor het geval als je hard hebt gerend, hard hebt gefietst of hard naar het lokaal bent gegaan, voor de bus moet rennen. Dus het is altijd handig om deo bij je te hebben, want dan zweet je je echt kapot. Dan heb ik handschoenen in mijn tas zitten voor als ik naar de bushalte moet fietsen. Want dan zijn mijn handen heel erg koud. Een flesje water. Essentieel. En dan mijn etui. Ja, dit is gewoon de etui met pennen. Dan heb ik er... Oh nee, mijn oortje zit er in de knoop. Wacht. Dan hebben we oortjes. Dan heb ik mijn agenda. En to be honest, die heb ik niet altijd bij me. Want ik ben gewoon lui. En ik zet alles op mijn telefoon. Of ik denk dan van ja... Oh ja, ik onthoud het wel en zo. En dan gebeurt het niet. Maar in ieder geval, deze is van de Bruna. En ik weet niet hoe duur die was. Maar ik sloeg mezelf met mijn agenda. Er zitten namelijk ook zeg maar af en toe van die leuke quotes in en zo. En daar hou ik wel van. Dan heb ik een soort van... Oh, ik sla mezelf alweer. Godverdomme. In ieder geval een documentenmapje. Sorry voor de kutgeluiden. Dat doet mijn lens. In ieder geval, hier zitten al mijn schoolbladen in en alles. Dus ik krijg zeg maar heel veel ontwerpopdrachten en dat staat dan allemaal op papier. En dan moet ik dat zeg maar bewaren, want dat is handig om te hebben als je even niet weet hoe je ook weer een plaatje in InDesign zet bijvoorbeeld. En dan heb ik mijn laptop. Een goede, krachtige laptop is echt essentieel voor die opleiding. Dus ik heb een MacBook Pro. Het is de 2018 versie met touchbar en vingerafdruk. En 512 GB als ik het goed zeg. Dus ja. In ieder geval, dit is dus mijn laptop die ik nodig heb voor school. Je kunt ook een Windows laptop gebruiken, maar dan moet je een hele krachtige hebben. En ik vind Apple gewoon heel... Maar dat was dus alles wat ik meeneem naar school. Ik ben echt blij dat ik deze opleiding heb gekozen. Want Het schiet mij echt. Het gaat echt over video maken, fotograferen, reclames ontwerpen, reclamespotjes maken. En dat is gewoon echt iets wat ik leuk vind. Dus als jij dat ook leuk vindt, dan raad ik je de opleiding zeker aan. Ik weet niet waarom ik dit zeg, maar ik had ook het probleem dat ik niet wist dat deze opleiding bestond eerst. Dus daarom maakte ik de verkeerde keus. Dus daarom zeg ik het even, dat jij niet die fout maakt. In ieder geval, dit was de video. Ik hoop dat je het leuk vond. Doe vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doei doei!